De allergrootste stroom aan zombie games lijkt een heel klein beetje opgedroogd, maar ze zijn er nog wel degelijk. Van die series die maar door en door gaan, net als het aantal zombies dat maar door en door blijft gaan en dat maar op je af blijft komen. En dus heeft Microsoft hier op de E3 een nieuw deel aangekondigd van Dead Rising, Dead Rising 4. Looks like Obscurus was here. We should have cleared out in a hurry. Yes, I know where I'm headed next. Nou, wat is Dead Rising? Dead Rising is natuurlijk zo'n enorme spelwereld waarin je eigenlijk behoorlijk vrij kunt, of helemaal vrij rond kunt lopen en dus, als gezegd, horde zombies om kunt maaien. Dat is nog steeds precies hetzelfde. Wat ook hetzelfde is, dat je nog steeds heel erg veel verschillende wapens tot je beschikking hebt, waarvan je het grootste deel zelf kunt maken. Er zijn echter twee hele belangrijke verschillen en de eerste daarvan is dat er nu, net als in de voorgaande games, wel gebouwen zijn waar je in kunt trekken, maar er zijn nu veel meer van dat soort gebouwen. In de vorige games kon je af en toe een pand binnen, maar de meeste niet. In deze game is dat duidelijk anders. Heel veel panden, misschien wel alle panden, dat weet ik niet. Ik heb een deel gespeeld, maar uiteraard maar een klein deel. Maar in dit deel wat ik heb kunnen spelen kon je bijna elk pand wel binnen. En dat is leuk om een aantal redenen. Ten eerste is het prettig dat je een heel klein beetje terug kunt trekken. Dat je heel even pauze kunt nemen. Maar belangrijker is natuurlijk dat je in die gebouwen voorraden vindt die je heel erg nuttig kunt gebruiken. Onderdelen voor wapens of gewoon nieuwe wapens die je kunt gebruiken. En ook daar is een belangrijk onderscheid in aan te brengen, want dat is dus het tweede punt wat veranderd is. In de voorgaande games moest je een pand binnen omdat daar een werkbank te vinden was waar je je nieuwe wapens kunt samenstellen. Dat is nu anders. Je kunt je wapens nu voortaan on the fly samenstellen. Zodra je wat ingrediënten hebt verzameld, kun je daar die geweldige fantasiewapens waar de serie om bekend is, eigenlijk on the fly maken. En daar dus ook direct mee aan de slag en direct mee zombies killen. Wat voor wapens dat zijn, ja, daar is echt een enorme variëteit in mogelijk. Ik heb er maar een paar kunnen hanteren. Zo had ik op een gegeven moment een heel groot ijszwaard, waarbij je in eerste instantie de zombies laat bevriezen en ze dan met een volgende klap echt letterlijk door de midden kunt, bij de middel door de midden kunt hakken. Er zijn natuurlijk allerlei combinaties mogelijk met projectielen. Dus ik had op een gegeven moment een geweer dat schoot kogels af, maar die explodeerde echt op bizarre wijze. Vlammenwerpers die je op allerlei manieren kunt verbinden met wapens. Het is echt te gek om op te noemen. Die variëteit die was er al en dat gaat nu alleen nog maar verder over de top. Maar dat soort wapens moet je wel aan denken. Nou, voor de rest, voor de standaardwapens, ja, die blijven wel vrij standaard. Gewoon de honkbalknuppel, het gewone schietuig wat je tegen kunt komen. Daar is verder eigenlijk ook niet zo heel veel in veranderd. Wat ook niet veranderd is, is dat al je wapens die je kunt hanteren, allemaal op den duur zullen verslijten. En eigenlijk gaat dat best snel. Ik weet niet of dat voor deze demo op de E3 hier aangepast was, maar het lijkt erop dat het in ieder geval in het deel dat ik kon spelen zelfs veel sneller is dan in de voorgaande games. En dan is er nog de exosuit. Het is een heel maf ding, echt een heel specifieke vaarten dat je aan kunt trekken. En die je bij elkaar moet sparen. En als je dat exosuit eenmaal aan hebt, dan ben je veel krachtiger dan je normaal al bent. En belangrijker, je kunt andere wapens hanteren dan je normaal al kunt. Er zijn speciale wapens die je in de wereld kunt vinden, die je alleen kunt hanteren zodra je dat exosuit aan hebt. Je zult ze altijd zien liggen, alleen je kunt ze dan op dat moment niet oppakken. En pas als je het exosuit aan hebt, kan dat wel. Die wapens zijn uiteraard nog meer over de top. Maar misschien nog wel leuker, als je dat exosuit aan hebt, ben je zo sterk dat je ook lantaarnpalen, parkeermeters, dat soort spul uit de grond kunt rukken en als wapen kunt gebruiken. Dus mocht je even door je exosuit wapens heen zijn, is er dat altijd als laatste redmiddel en ben je toch nog echt behoorlijk krachtig en kun je nog steeds heel erg veel zombies naar een andere wereld mappen. Gunfire.
Nou, het enige dat me een klein beetje tegenviel, ik heb niet echt de indruk dat de game er nou heel erg veel beter uitziet dan zijn voorgangers. Ik moet er een kleine kanttekening mee maken. Het stukje dat ik kon spelen, dat was alleen maar 's nachts. En ja, dan is het natuurlijk altijd wat lastiger om een goed beeld te krijgen van het uiterlijk van de game. Maar wat ik zei, ik vond het er niet heel erg veel beter uitzien. Hoeft niet per se uit te maken. Dead Rising 4 is natuurlijk een game waar het vooral om actie gaat. En die actie, daar zit het wel snor mee. Het is nog net zo leuk als vroeger om met al die ongelooflijk maffe, crazy wapens oneindige hordes zombies af te slachten.